Volleybalclub Hoge Loon bestaat 30 jaar. Dus ze organiseren een volleybaltoernooi hier op het voetbalveld De Ruutweijer in Hoge Loon. Harry, jij zit in de organisatie van dit jubileumtoernooi. Hoe heb je zoveel teams bij elkaar kunnen krijgen? We hebben veel reclame gemaakt, vooral in Hoge Loonse media. Daar kwamen heel spontaan meteen mensen, vooral van de volleybalclub, die eigen teams met vrienden en kennissen, familie, bij elkaar kregen. Zaten we al snel rond 18, 20 teams. Aan het eind, omdat we nog net iets meer teams konden gebruiken, hebben we ook in buitendorpse media nog reclame gemaakt. En daar zijn we nu op het aantal van 23 teams uitgekomen. Dus. En wat is precies de bedoeling vandaag? We gaan in pools met die 23 teams gewoon voor de gezelligheid spelen. Het niveau zal heel wisselend zijn. Er zijn mensen die bijna nooit volleyen, er zijn mensen die vaak volleyen. Bij ieder team zit over het algemeen wel iemand die bij een volleybalclub ingeschreven is. Maar er zijn ook mensen die, nou ja, ik kan niet zeggen voor de eerste keer een volleybal aanraken, maar die toch zeker niet regelmatig spelen. Elk team bestaat uit 4 spelers, waarvan 1 vrouw. De 23 deelnemende teams zijn vooral een gelegenheidssamenstelling met namen als vatten wat gelust, knallen met die ballen of hang hem er maar in. Een set duurt 20 minuten, waarbij halverwege van veldhelft wordt gewisseld. We gebruiken het tijdens de wedstrijden op gras, de spelregels van het zaalvolleybal. Het doel is voor elk team om de bal op de grond van het speelveld van de tegenstander te krijgen. Spelers mogen het niet aanraken en moeten op de eigen helft van het speelveld blijven. Er mag per rally maximaal 3 maal worden overgespeeld. Hier ligt een team lekker uit te rusten. Welk team zijn jullie? Wij zijn Sunshine Reggae. En heb je al ooit vaker gevolleybald? Nou, ik heb niet zo vaak gevolleybald, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel een flinke coach van mijn dochter, die zit daarachter verscholen. Danique, die zit wel op volleybal, dus we moeten wel elke keer sporten. Hè. Dus dan krijg je wel een beetje idee van het spelletje. Maar zelf doen is toch anders. Ja, maar het gaat u wel goed af. Het gaat hartstikke goed, hè? Toch? Ja. Ja, hoe staat het met team? Ja, team staat goed. Team zit. Team Niels, je doet ook mee met een team. Hoe heet jullie team? De Los Pols. Ik geloof er niks van. Nee, eigenlijk bejachtvereniging de Los Pols. Volgens mij heet je anders. Nee, oh ja, we hebben nog visvereniging, hangt er maar in. Dat dacht ik al. Dan gaat jullie goed af? Ja, we hebben alles nog gewonnen, nog geen set verloren. Ik geloof er niks van. Ja, we moesten net tegen een paar oude mannen die volleybalden, maar die hebben we helemaal ingemaakt. We zien hier achter ons een springkussen, wat is dat? Dat is een zogenaamd bossabalveld. Het is puur als spektakel bedoeld. Elk team speelt een wedstrijdje hierop met trampolines. Het is natuurlijk een stunt om vanaf de trampoline keihard te smashen, maar dat zal niet meevallen. Ik denk dat de ouderen zelfs overslaan. Het is om een beetje publiek te trekken. De deelnemers zijn ook ingedeeld op het bossabal, maar dit telt niet mee voor de puntentelling. Bossabal wordt gespeeld met 2 teams van elk 4 of 5 spelers. Hiervan staat 1 speler op de trampoline en de rest op het opblaasbare veld. Het doel is voor elk team om de bal op het speelveld van de tegenstander te krijgen. Spelers mogen het net niet aanraken en moeten op de eigen helft van het speelveld blijven met tenminste 1 deel van het lichaam. Er mag per rally maximaal 6 maal worden overgespeeld. Harry, je hebt gespeeld op het bossabalveld. Hoe ging het? Nou, het is een zware competitie. Het is meer meer voor de jeugd. 55-plussers zoals ik zelf. Dan had er een behoorlijke kluif aan. En waar zit de moeilijkheidsgraad? Nou, de moeilijkheidsgraad in het bossabelveld, dat is op het moment dat je met de trampoline je bent aan het veren. En dan komt een bal, wordt gepaast. Dan heb je geen mogelijkheid meer naar links en rechts te gaan. En dan kan je met normale volleyballen wel. Dus je kunt je eigenlijk alleen maar verticaal verplaatsen en niet horizontaal. Op het moment dat je in de lucht bent. Dus dat is eigenlijk niks gebroken. Niks gebroken, niks verzwikt, dus nee, mooi ingehouden. Laat de jeugd mijn capriolet halen, vind ik prima.
De dag is ten einde. Maar het was mooi volleybal weer. Enkele teleurgestelde, gezichten. Maar we hebben er een fantastische dag van gemaakt. Wij willen de BC Hogeloon bedanken voor deze geweldige dag. En hopelijk dat ze volgend jaar terugkomen met dit geweldige evenement. Het was Veurloon, Deurloon, Meeloon. Dankjewel, VC Hogeloon. René, heb ik nog iets te zeggen? Tegenover hem, niet meer. Ik sluit wij helemaal aan bij de woorden van Shaki. Ja.